Korfbal wordt gespeeld met 4 mannen en 4 vrouwen in 1 team. Zij worden gelijk verdeeld over een aanvals- en verdedigingsvak. De aanval probeert te scoren. De verdediging probeert dat bij de tegenstander te voorkomen. Na elke 2 goals worden de aanvallers verdedigers en de verdedigers aanvallers. Korfballers zijn zeer allround en hebben geen vaste functie of positie. De korf staat midden in het vak, zodat je van alle kanten kunt aanvallen. Je mag niet lopen of dribbelen met de bal. Maar er is wel beschermd balbezit. Wat betekent dat je tegenstander hem niet uit je handen mag slaan of trekken. Om te kunnen scoren moet je dus veel zonder bal bewegen en goed samenspelen met jouw viertal. Je hebt daar 25 seconden de tijd voor. Scoor je niet, maar raak je wel de korf en hou je balbezit, dan krijg je opnieuw 25 seconden. Raak je de korf niet binnen die tijd, dan gaat de bal naar de tegenpartij. De verdedigers proberen de bal te onderscheppen en het scoren moeilijk te maken. Sta je tijdens een doelpoging dichter bij de korf, binnen armlengte en met de arm omhoog, dan mag jouw tegenstander niet scoren. Fysiek mag er best veel, als het maar gecontroleerd is. Vasthouden, tegenhouden en de aanvallers fysiek aanraken tijdens een doelpoging zijn niet toegestaan. Gebeurt het toch, dan zijn er 3 soorten sancties. Een spelhervatting, een vrije worp of de zwaarste straf. Ja, ik krijg daar een zetje mee. Een strafworp. Zonder hinder, vlak bij de korf. Maar het kan ook zo. Dat is ook korfbal.